Audio Jungle. Audio Jungle. Nieuws voet in. Amerika wil Russische presidentsverkiezingen saboteren. Voet in. Amerika wil Russische presidentsverkiezingen saboteren. Poetin denkt dat Amerikanen zullen proberen de Russische verkiezingen te saboteren. Copyright Getty Images. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat de Verenigde Staten van plan zijn de Russische presidentsverkiezingen te ondermijnen. De Amerikanen zouden dit van plan zijn als vergelding van de vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Ook de internationale beschuldigingen van massaal dopinggebruik door Russische sporters onder toezicht van de staat wordt door Poetin gezien als een poging de verkiezingen in maart 2018 te verstoren. Gesprekstruim Palom wordt verwacht dat Poetin deze dagen een gesprek zal hebben met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Beide leiders zijn op dit moment in Vietnam, waar de Aziatisch-Amerikaanse topontmoeting APEC wordt gehouden. De Russische bemoeienis is onderwerp van een grootschalig Amerikaans onderzoek onder leiding van voormalig FBI-baas Robert Mueller. Medewerkers uit het kamp van Trump worden verdacht samen te hebben gespannen met Rusland in een poging de Democratische Partij en Hillary Clinton te beschadigen.